Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik mijn JME Keepers handschoenen reviewen. Ik gebruik de handschoenen nu 3 maanden. En ze voelen nog steeds goed aan. Zo ziet de binnenkant er nu uit. Voor kunstgras zien ze nog best goed uit. Want het foam is gemaakt voor echt gras. Maar op kunstgras is het ook gewoon goed te doen. Ik train 5 à 6 keer per week op kunstgras. Dat is best veel. En ze zien er goed uit onder de omstandigheden. De buitenkant heeft bijna geen schade en ziet er nog erg goed uit. Ook kan je er goed ballen mee wegstompen. Bij bijvoorbeeld een corner. De grip is nog erg goed en je kan er gemakkelijk ballen mee vangen en klemmen. Er zit normaal ook vingerzeven in de handschoenen. Dat is erg handig, want dan kun je vingers nu naar achteren klappen bij een harde bal. Ik vond het niet zo fijn zitten, dus ik heb het eruit gehaald. Dat ging erg makkelijk. En je kan het ook erg makkelijk weer inkrijgen. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vergeet ook niet even mijn Insta te checken. Linkje staat hier beneden in de beschrijving. Daarop post ik meer dingen over handschoenen. Filmpjes van mezelf. Dat ik aan het keepen ben. Dus check dat ook even zeker. Geef me niet volgen. Insta hier beneden. Geef zeker ook niet even een duimpje omhoog te doen. Waardeer ik heel erg. Laat ook in de comments weten wat je van deze video vond. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik alleen nog maar later. Make him spicy, papa.